Dat was de hair tutorial van Jax. Let je nog eens rond. Klopt er dus helemaal niks meer van het schema. Hallo, een hele goede maandagmorgen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. We gaan weer een lekkere weekje beginnen. Met allerlei leuke dingen op de planning. Maar eerst volledig in de edit. Want ik heb dit weekend gewoon echt geen reet uitgevoerd. Omdat Jax heel erg onrustig is geweest. Ik denk dat hij of een beetje moet wennen aan het feit dat ik gewoon een paar keer weg ben geweest. En dat dat even nieuw voor hem is. Of dat het heel erg druk voor hem was. Super veel prikkels in huis de hele dag. Veel mensen over de vloer. Veel dingen gedaan. En ik heel druk. Of de overgang, weet je wel. De 6 maanden sprong. Willen zitten. Willen kruipen. Willen eten. Maar alles lukt toch niet helemaal. Lekker. Dit wordt dan denk ik ook gewoon een beetje een vlog waarin ik een leuke update geef van hoe het gaat met Jax. En dat gaat gewoon heel erg zo, weet je wel. De ene keer dan gaat het gewoon vet goed en heb ik helemaal niks te vermelden. En slaapt hij ook nog door en alles. En de andere keer dan ben ik gewoon weer om 2 uur wakker enzovoorts. Dit nam ik namelijk vorige week op. Hij slaapt echt heel erg goed de laatste dagen, echt. En ik hoop dat het zo blijft. Dat zou wel heerlijk zijn. Verder, ja, drinken gaat goed. Ik merk gewoon dat ik af en toe echt moet denken van, oh, hij moet nog drinken. Dat betekent dat zijn behoefte echt gewoon, ja, er komen gewoon veel meer uren steeds tussen. Hij eet ook gewoon vooral heel veel nu. Van hapjes. Elke avond, als wij gaan avondeten, dan krijgt hij ook gewoon zijn groenten. Dat gaat super goed. 'S ochtends fruit. Ja, tussendoor gewoon nog borstvoeding. Borstvoeding wil ik gaan afbouwen, maar gaat nog een tijdje duren, denk ik. Want zolang het goed gaat, why not? Hij krijgt af en toe, als ik echt het gevoel heb van, nou, hij heeft niet genoeg gehad, een flesje erbij. En dat doen we dan in de middag en soms 's avonds nog. Dus gewoon een beetje bijvoeden, dat doen we wel. Want ja, ik had toch het idee dat ze soms heel erg leeg waren. Maar vooral 's nachts en 's ochtends, dan zijn ze gewoon vol genoeg. Dus dan heb ik gewoon genoeg borstvoeding voor hem nog. Dus het gaat allemaal lekker en goed. Nou ja, jullie hebben ook vast wel gezien dat hij is gaan draaien. Daar zijn we heel erg blij mee, vooral vanwege zijn hoofdje. Dus dat hij de afplatting eruit gaat. Nou, dat is het zo'n beetje. Ja, en nu zit ik er dus weer heel anders bij. Echt moe. Maar goed. I have to work, man. Work, 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 work. De pants of the day van Only. Heb ik zaterdag gekocht. Op verzoek van Bart. Bart die vond dat dit een leuke broek was voor mij. Ja, middag alweer, hè? Ja, dit is alweer je tweede slaapje. Ja? Ja. Ja. 6 maanden. Deze man. Niet normaal, hè? En dit is zo lekker voor in dat haar. Hij spuit een beetje in uw hand. En hij doet een beetje heen en weer. En hij pakt het haar bij elkaar. En flopsa. Omhoog. Flopsa. Flopsa. Huppa. Huppa. En dat was de hair tutorial van Jax. Ik ben heel eventjes boodschappen doen zonder kindjes. Wow, en zonder man. Ja, ja. Mijn moeder die is inmiddels weer weg. Ik ben even aan het koken.
lasagnette maak ik. Dat is lekker makkelijk, want het kan in de oven en dan heb ik het klaar wanneer Jola eindelijk thuis komt. Want die heeft op maandag een hele lange dag met theaterschool en zo. Wat is ze, schatje? Hij is dus heel erg snel steeds in paniek. En we weten niet echt waarom. Ik denk wel dat het iets te maken heeft met dat hij dus nu veel meer aan het eten is. En dan zal hij vast met zijn buikje een beetje last van hebben. We hebben allebei gesport. Ik ben naar yoga geweest en Bart is deze technische. Laat Jola dit maar niet zien. En we hadden nog taart over van de halve verjaardag van Jax, die een half jaar is. Hallo, goedemorgen. Het is dinsdag vandaag. Jax die heeft een beter nachtje dan gisteren gehad. Maar hij was wel 4 uur wakker. Dat begint weer een beetje een soort van standaard te zijn tussen 4 en 5. Ik weet ook niet wat het is. En dan ga ik hem voeden. En dan 's ochtends om 7:30, 8 wordt hij weer wakker. Dus het is niet zo erg. Ik val ook meteen weer in slaap. Maar wat ik vooral vervelend vind is dat hij dan niet echt dorst meer heeft of zo. Maar ja, nu heb ik zoiets van ja, als ik nu hem in dat beetje nieuwe schema wat ik heb wil houden. Dan moet hij dus eigenlijk wel een beetje nog een uur, anderhalf uur wakker blijven. Want anders dan klopt er dus helemaal niks meer van het schema. Dan vraag ik me echt af, hebben sommigen van jullie dat ook? Dat het gewoon heel erg afhankelijk is van hoe laat hij 's ochtends wakker wordt en hoe die 's ochtends is. Hoe de rest van de dag, zeg maar, het schema verloopt. Want ik heb dat nu dus altijd. En ik heb altijd gewoon gekeken naar hem en gedacht van, nou ja, weet je, ik pas me gewoon aan hem. Maar ja, nu dat we oppas hebben, dat mijn moeder gaat oppassen, ook volgende week als ik ga vliegen, dan gaat mijn moeder ook oppassen. Ja, mijn moeder zegt, ik vind het wel natuurlijk handig als ik weet hoe laat, wanneer alles. De blauwe komt uit de koelkast. Welke vindt Jax lekkerder? Kijk. Dat is wel gek, hè? Wat een shiner. Ik had echt nooit verwacht dat het zo wisselend kon zijn. Weet je, je hoort altijd van, ja, mijn baby slaapt door. Of je hoort, onze slaapt nog steeds niet door. En ik wist niet dat er een soort van middenweg was. Bij Jax is het gewoon echt zo erg afhankelijk van periodes. Dat vind ik echt bizar. Dat ik gewoon het ene moment zeg ik tegen mensen, ja, hij slaapt door. En dan is het ook echt gewoon maanden achter elkaar. En dan in één keer weer een maand gewoon niet. Het is echt geen pijl op te trekken. En ik denk ook dat de periodes dat hij niet doorslaapt meer indruk maken op mij. Dat ik het daarom ook beter onthoud als ik erin zit. En ja, zoals ik al eerder zei, ik vind het niet zo heel erg hoor. Want ik slaap gewoon wel door. Maar ja, het is dus missen na het voeden. Maar het is dus, ik vind het vooral lastig omdat het dus ten koste gaat van het ritme van overdag. Dat vind ik vooral lastig. Misschien moet ik toch maar proberen om dan gewoon 's nachts niet te gaan voeden. Maar ja, ik ga natuurlijk niet super lang met een huilend kindje zitten 's nachts. Kijk, dit tuinbroekje had ik dus gekocht bij de HEMA. Ik vind hem echt heel leuk. We gaan naar Jacqueline Harald. Die kennen jullie vast nog wel van de zomervakantie vlogs. Die wonen toen in Spanje en nu zijn ze na een jaar terug in Nederland. Zal wel gek zijn zo in je eigen huis weer na een jaar. Ja, kom je na een jaar weer terug in je oude huis. Dat is inderdaad super raar. Deze dames die gaan straks door naar turnen. Ja. De turn girls. Yo. Vrolijk ineens. En kan hij er nog even lekker bij zitten. Aan tafel. Zit hij even in de boombo. Eén sok aan. Stilo is dat. Stilo. Hij heeft die andere alweer kwijtgemaakt. Met jou wordt het wat later. Hetzelfde probleem als ik. Hoezo? Oh, dat je altijd één sok kwijt bent. Nou, volgens mij, mensen, reageer even onder in de video. Volgens mij hebben heel veel mensen dat hoor. Dat één sok dat het kwijt is. Ja, maar nu hebben we heel veel dingen gekocht, dus ik heb gewoon elke dag sokjes aan. Yay! Nou, zou mij benieuwen voor hoe lang dat duurt.
Meestal denk je dat als je net nieuwe sokken hebt en dan denk je echt 3 weken later alweer van, huh? Ik had een nieuwe sok gekocht. Ik heb overal maar 1 sok van, of ze passen. Het zijn allemaal verschillende types. Nee, ik heb allemaal verschillende lengtes. Sokken. Mm-hmm. Nee, allemaal verschillende sokken. En verschillende kleuren. Dus dan heb ik altijd verschillende sokken. Mm-hmm. Ja. Ik lig even lekker op bed. Ik ga heel eventjes Sophie uit de Kreukels kijken. Daar had ik nog een aflevering van die ik nog kon terugkijken. Super chill. Het is pas 10 uur. Nou ja, pas. Ik heb nog wel eventjes achter de computer gewerkt. Want Jackson was vandaag echt natuurlijk best wel veel wakker. Heel slecht geslapen. Dus ik had niet zoveel gewerkt. Dus dat heb ik net toch nog even een klein beetje ingehaald voor hoever het kan. En nu dan aan mijn eigen ontspanning denken ook nog. Want je weet hoor nooit wat voor nacht het wordt. De avond was wel super relaxed met Jax. Toch wel goed dat hij einde van de dag toch nog even een uurtje heeft geslapen. Zo zie je maar. En ik merk trouwens ook, ik had hem even hier op bed neergelegd. Nou echt, het hele bed ging die over. Hè? Echt van daar naar daar. Hij is zo bewegelijk. Het is gewoon bijna kruip eigenlijk wat hij doet. Dus ja, ik snap het wel dat hij gewoon heel even in een fase zit dat hij een beetje gefrustreerd is over dat soort dingetjes. En natuurlijk ook een hele verandering in het eten. Dus nou, gaat allemaal goed komen met hem. Deze 6 maanden update sluit ik positief af. En dank jullie wel voor het kijken. Ik zie jullie in de volgende vlog weer graag. En abonneer als je er nog niet bent. Dank jullie. Doei.